lach deze game, joh. De mooie splitscreen game die we online spelen, toch? Ja. Ik wil hierheen, omdat we daar vandaan kwamen. Maar ik vind het wel grappig, van, het speelt het als een oldschool splitscreen game, maar je speelt het online, weet je wel. Wel grappig. Dat heb ik al 100 keer gezegd, maar ik weet niet. Wat is dit? Find my... Oh, geen idee. Wat was? Je volgt me ook gewoon overal naartoe, hè? Maar ik vind het ook grappig, je hebt geen map of zo. Nee, het is ook geen open wereld game. Voor de verandering. Come on. Wait, there are cops everywhere. Keep your head down. Yeah, yeah. Ik vraag me af of de game dan op een gegeven moment dat we dan een gun krijgen, dat het wat meer Uncharted wordt ofzo, weet je wel? Lijkt me wel lachen. I don't think they'll see us in the bushes. That went better than expected. Lekker in de bosjes. Dat zijn bosjes, mannen. Kiekeboe! Oh jee. Ah, hij pakt hem gewoon nog op en nog mee weg ook nog. Ik wou hem eigenlijk laten betrappen. Ik krijg geen shit van hem. Hé, hey, we gaan nu kijken wat ze doen als dat lichaam er is. Dat is oh leuk. Ja, dat is leuk. Maar er komt niemand. Nee, wij helden staan daar twee. Komt er eentje, komt er eentje. Juist helemaal. Ja, loopt hij weer verder zeker. Ja. Zo, dat was snel in één keer. Ik heb gewoon al die gasten, ja. Doei. Nee, wacht, wacht, wacht. Jij links, ik rechts. Nu. Hey, scumbag, freeze! Yeah, I got one! Oh shit. Hij breekt het weer, hè? Ja, ik zit op die knop te rammen, maar de rijden zit net hij op. Weer. Berk dicht. Rustig al, neem een jointje. Molder, joh. Should be able to hide in these bushes. Ja, dan, ik vond het al zo mooi dat je de eerste keer daarmee wegkwam, weet je. Het was gewoon recht in zijn face. En dat zag je gewoon niet. Kijk, nu ligt hij er goed. Tegen in één keer een soort van superspeed. Dat is jammer wat. Gewoon linker muisknop mashen. Dan in één keer bam. Vliegen zo naar voren. Ja, pak die rechter. Ik pak de linker. Ja, wat is rechter, wat is links. Hey, hands up! I got him! Dat was ik niet, hoor. Oh, dat was jij, zie je dat? Dat was jij, dat is jouw snor en baard. Ja, ik kan dezelfde lijn niet twee keer gebruiken. I don't think they'll see us in the bushes. That went better than expected. Hoor je ook echt niet, hè? Hij had gelopen in de struiken en zo. Ja, ze moeten wel allemaal kapot, anders vergeten deze gast boven. Alles moet dood. Buiten bus. We gaan ervan vanuit dat we ze slopen. Dat is verbrukken.
Super speed. Ja, want als je dat pad naar beneden volgt, dan kan het wel, hè? Ik dacht misschien dat ik naar beneden spring. Laat. Ik vind het wel vet dat dit gewoon echt zo'n echt gefocuste co-op game is. Ja. Ja. Ja, rechts, ik links. Okay, go, go, go. Nice. De skills, de co-op skills, toch? Ja. Gewoon alles meenemen. Alles moet kapot. Oké. Okay. Damn. How many cops are out here? No clue. Just keep your head low. Oh, dit is iets in de wil maken, schat. Here, here, and here. What about there? No, I need you to get Johnson over there. Well, if I send Johnson, we're gonna need some more men. I request you freeze. Ik dacht eigenlijk dat jij het was. Right, right, right. Take it easy. Totdat ik op een gegeven moment zag dat hij zijn luchtje had. Oh. We got men here. Damn. Nee, ik zat nog te luisteren naar het verhaal van die gasten daar. Just keep your head low. No, I need you to get Johnson over there. Well, if I send Johnson, we're gonna need some more men. I've requested backup from the sheriff. All right, I'll send Johnson. Stoute jongens zijn ontsnapt, bla bla bla. We'll have to cross that bridge. No shit, Sherlock. What? You could have said no shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Good. How long do you think we'll be out here? However long it takes for us to catch the damn fugitives, I guess. They're probably hiding under a rock somewhere anyway. We'll catch them in the morning. They won't go far. I'm gonna rough them up if we catch them, forcing us to be out here in a damn storm. Weet je hoor, ik zat echt te wachten tot hij hier naartoe komt. Weet je wel? Anything beats being out here. Uncharted style. Oh, dit is leuk. Screedy. Ik kan niet naar boven. Oh, toch wel. Ja, dat wordt hem niet. Moet ik geen naar beneden? Ja, ik ga wel naar beneden. Ik zat net in je kont, dat stinkt niet zo best. Net zat je helemaal in mijn lichaam, man. Ja, nee, jij zat in de mijne. Dus dikke voorheen, joh. Ja, go, 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 go. Niemand heeft een pistool, maar toen die gast mij vond, had hij wel een pistool. Ja. Pak je toch die pistool? Die kwam uit de bosjes, daar vond hij hem, dit is een Pokémon. Oh ja. Nu snap ik het. There's the bridge. No turning back now. Zie je de buur, loop je de buur langs mij. Gelukkig is het niet zo heel erg druk, ondanks alle auto's. Hey. Let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. What? No, it's way too high. Too risky. I say we take that guy out. Take his car, cross the bridge. What are you crazy? Take his car. Man, okay? Ik vind Leo's way vind ik wel een goed idee. Waarom gaan sneaken als je gewoon doorheen kan karen, toch? Dat is toch veel leuker. I'm telling you, this is gonna work. Just jump in the back and stay low. Jump in the back zelfs nog. I'll give you credit when we cross the bridge. Come on. Draai hem gewoon aan. Ja joh. Hoppakee.
Je had ook gewoon door kunnen rijden, weet je? Ik bedoel, waarom stop je dan? Dat snap ik niet helemaal. Goed. Come on, move. Move, move already. Over there! Connors, hij zit er lang zo, hè? Hij crasht weer, shit. I got a 1098! Laat moet even geluid iets aanpassen. Wat ben jij er mee, gast? Come on, move. Move, move already. Stay cool. Als je rechts zit, kan je er 2 jaar rijden. Ja, joh, hoppakee. Ja, gewoon door die shock en alles. Hoppakee. Ja, dit was wel echt een leukere methode. Ik bedoel, sneaken. Saai. In de auto en dan sneaken. Saai. Gewoon vol gas. Shocken door je ruit. Overleef je ook 2 keer achter elkaar. Geen probleem meer. Run, run, run. Fucking dogs. Are you serious? Mooi man. Waar ga jij heen? Just keep running. Blijkbaar niet waar jij heen gaat. I'm not stopping. That's for sure. God damn it. They're catching up on us. No shit. I think I see a cliff up ahead! Hurry up! I hate dogs! I hate fucking dogs! You fucking dogs! What happened? I hate you! Let me go! Let me go! Hij wil niet zo slow zijn. Whee! Ah, shit! Come on, Leo! Je ziet het al aankomen. Hij springt niet eens. Wee! Come on, Leo! We gotta get out of here! Het is te grappig. Ik weet dat het gaat gebeuren. Huh? Hoe dan? Hé, hey, was wel in de plop. Hoe dan? Waarom denk je dat de eerste keer dit deed? Maar je viel in de plomp en toen sprong je. What the fuck gebeurt er bijna? Ja, ik spring niet. Huh, je wordt door niks aangevallen, what the fuck? What the hell? Zeg je dat? Nee. Ik zweer het je, net viel de plomp in en toen sprong je alsnog. Oh, huh? Nee, ja, dat kan helemaal niet, man, wat jij doet. Jawel, dat zie je toch? Wat? Dat is perfectie. Ik zie jou gewoon de plomp in donderen. En dan in één keer spring je alsnog. Ja, dat is perfectie. Dat is echt weird as shit. Almost had it. Ik zie jou helemaal zo van, wow! En ik zie jou dan het water invallen en daarna zie ik een SM dat je springt alsnog. Uh-oh, het zijn niet Jalas. Hey, just tell him, this is the deal. You either take it or no. Got it. يا اخي هذا ما يقبل ينزل السعر انت لو تشتري لو لا شيء غير معقول احنا نتحمل الخطر هذا لازم ينزل السعر he says no it's too much risk the price must come down that's not gonna happen but listen harvey it's not gonna happen harvey I need to talk to you wait you got it it's important you need to hear this look take the deal or stop wasting my time all right yeah What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. I'm sorry, boss.
Look, Sean. Wat ook zo fout is, weet je. Ik zie die animatie dat je glijdt, weet je wel. En zo zie ik jou de afgrond in donderen. I don't give a fuck how, just make it happen. Yes, heel komisch. So you decided? Yes, price down or no deal. Okay, no deal. Jawel, deal. Nou, vriendelijke fan. Maar toch? Oh, ik vind het wel een mooi stukje. Je hebt even de auto, rijdt gelijk de paraak in. Ja, man. En wat er niet klopt is dat mijn arm nog helemaal goed is, joh. Ja, gewoon hoe ze erbij staan. De kleding wordt helemaal kapot te zijn, helemaal geschitterd. Nee, dat klopt wel meer niet. Maar ik vind het wel komisch. Echt waar. Damn. I'm hungry. Me too. I even missed that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well, I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Ja, mooi man. We hadden eigenlijk achteraf, denk ik, hè? Het zijn nog best een mooi plaatje, joh. Ja. Denk van die waterval. Mooi screenshot. Okay. Maar ik denk als we gewoon rustig hadden gereden met die auto, hadden we gewoon door kunnen rijden. Dan hadden we iets heel anders gezien. Hey, help me out here. Ja, dit is meer humor, hè? Die auto in de prak rijden. You got it. Heel rustig eentje voorbij en dan op rechts denk ik, volgaan. Ja, het is ook meer bedoeld zo van... Je doet plankgas als je gesnapt wordt, weet je wel. Ah, we hebben zoiets van, hup, gewoon gelijk. But it looks empty. Yeah, you're probably right. Maar het was ook gewoon een leuk stukje. Je hebt echt, je zag ook links, was niemand. Echt zo'n stelstukje. Of je gaat naar rechts, waar twee gasten zitten. Je zag ook even die gast, die schoot even twee keer met zijn shotgun door jou uit, weet je. Nou, rijd gewoon door alsof niks aan de hand is. Top. You ever go camping, Vincent? A few times when I was a kid. The old man. Holy fishy fella. My uncle asked. You. Fuck off. Who wants to sleep outside on the cold, hard ground? You've got a perfect deal out. Beach sleeping in a 9x5 room with bars, though. You got that right. Gobstones. Risk what? Wacht even. Blijf staan. No civilization. En nu drukken. No one bugging you, cooking over a fire. It ain't all bad. Maybe not. But still. No toilets. Well, that's the charm with it. Kom gewoon de vissen na het middenjaar. Can I have a spear? Yes, please. I bet I can make a spear with this. Almost there. I'm gonna need some more wood for the fire. Might be more wood nodig for the fire. Nee joh. Best joh. Oh. Ik ga natuurlijk jagen natuurlijk met die stok. You be able to find some wood over there. Better get Leo over here to help me.
This should be enough wood. Nee joh, dat is niet genoeg. Er is nog meer nodig. Not bad. You'll be able to find some wood over there. Just a little more. Nou, je moet niet bewegen, anders komen ze niet naar je toe. Je moet gewoon stilstaan, hopen dat ze naar je toe komen en dan check. Het gaat iets makkelijker als je met z'n tweeën zit. Als ik even help. Oh joh, blijf zitten. Oh, dat is een vis. Oh, misschien kan ik er nog eentje vangen. Not too bad. Ah, waar? Ik loop erin, vang er een. God damn it. Ik jacht ze jouw kant op. Bijna. Er komt er een naar je toe. It's time to eat, Leo. Leo, let's eat. That was Miss? Who the... Too bad. Ik heb er al drie gevangen, hij is nog steeds bezig. Oh, man. Ik zit echt te kijken hoe jij dat steeds doet. Your fish is getting cold. Vis nummer 4. Not too bad. Gewoon naar ze toe lopen, is ook wel effectief. Gaan we tot vis nummer 5, hè? Ik voor één. Bijna. Too bad. Hij heeft er zo weer in. Ik ga net zo lang door dat jij een vis vangt. Too bad. Zo, het is een alle visies op, man. Volgens mij ben ik ze... We zijn het hele ding leeg vissen, man. Een paar visjes. Ik heb ze bijna al gevangen. Dan gaan we ze sowieso allemaal vangen. Ze kunnen blijkbaar opgaan. Hoe doe jij dat dan?
Gewoon kijken waar die stok is en waar de vis is. Je bent te vroeg, je moet echt wachten tot hij bij is. Er zijn nog maar een paar visjes. Want ze draaien zich steeds om, hè, voor mij. Nou ja, dan moet je ook eigenlijk niet... We lopen eigenlijk verkeerd, want je moet tegen elkaar inlopen. Not too bad. Huh? Ik zeg wat er gebeurde, hij zou eigenlijk keihard om je heen zwemmen. Ja. Maar jij had eigenlijk gewoon naar je toe. Achter je. En nu miste ik wel, terwijl hij heel dichtbij was eigenlijk. Achter je. Hij moet even tegen elkaar inlopen. Komen ze vanzelf naar je toe? Nee, ik doe nou precies verkeerd. Ja, ik kijk waar die vis zwemt. Ja, maar hij komt automatisch naar je toe als ze tegen elkaar inlopen. Ja, maar hij zwemt achter je. Nee, nou en. Als ik naar hem toe, dan gaat hij toch weer weg. Dat maakt echt niet uit. Oké, nou loop ik die kant op. Ja, dan wil hij weg van jou, maar dan kom ik eraan. En dan gaat hij weer naar jou toe. Zie je? Hij komt nu naar jou toe. Er is nog één vis volgens mij. Ja. Ging je die laatste vis? Kom op, pak hem. Dat gaat het niet worden. Ja, jawel, je moet hem vangen. Hij is daar bij jou. Nee. Ik zal naar de vis toe lopen. Ja. Misschien dat ik beter het slaan. Vind je het niet lief, hè? Altijd naar mij toe. Battle tegen de vis. Ik kan hem zo pakken eigenlijk. Ik kan nu naar je toe. Maar nee, niet meer. Nou, als je dat doet, dan wordt hij bang. Jaag hem weer weg. Jij moet het juist niet doen. Ik probeer juist weg te jagen naar jou toe. Zit hij dichtbij, dan denk ik, ik steek erop. Hij moet echt bij je voeten zijn, zeg maar. Maar dan komt hij nooit. Nu komt hij naar toe. Nu! Hij doet er niks. Nee, hij ging door je benen door, man. Nee, hij was er niet. Nou, dat was er wel bij mij. Oké, ik zeg gewoon wanneer, oké? Okay? Want waarschijnlijk zie ik wat anders wat jij ziet, weet je wel. Almost. En ja, doet het niet doen, niet, dat moet je juist niet doen. Nou, ja, hij zat bij mijn voeten, joh. Nee, hij was niet bij je voeten. Ja, maar bij mij wel. Ik pak hem wel gewoon. Too bad. Zo, klaar. Volgens mij is het gewoon opzet in die game of zo, lijkt het wel. Ja, ik weet niet, misschien is het een soort van dat bij het verhaal hoort, dat jij gewoon voor gemeten kan vissen ofzo, en dat zou best wel eens kunnen. Ik heb echt alle vis. Je hebt helemaal gefuckt.